Iedereen heeft een jeugd gehad. Ook al ben je oud, ook al ben je jong, iedereen heeft een jeugd gehad. Je docent die je misschien haat van rekenen. Die haat die oude man, die vervelende oude man. Is ook gewoon jong geweest, heeft ook een jeugd gehad. Maar wij gaan vandaag een game spelen uit mijn jeugd, namelijk... Gewoon een vis. Nieuw Super Mario Bros. Uit 2006. En ja, voor de DS dus. Ik heb er enorm veel zin in. Dit is een game die ik in mijn jeugd echt super vaak heb gespeeld. En met mijn jeugd bedoel ik dan toen ik 8, 9, 10 was. Toen heb ik deze game echt super vaak gespeeld op mijn DS. De game die ik op mijn DS had, die heb ik nu niet meer. Maar ik heb hem nu voor mijn computer gedownload op een emulator. En wij gaan dit spel gewoon spelen. Ik heb er enorm veel zin in. Let's go, Mario. Ja, ik heb het hier al een keer opgenomen. Alleen mijn microfoon zat niet in mijn computer. Dus er was geen geluid opgenomen. Dus laten we gewoon lekker overnieuw beginnen. Ik heb er enorm veel zin in. Ik heb dit al super lang niet meer gespeeld. Let's go. Oké. Mario loopt gezellig met Peach. En Peach, de kasteel wordt aangevallen door Bowser. En dan zien we daar Baby Bowser die... Peach meeneemt en Mario die is nu Peach kwijt en die rent achter Peach aan en Baby Bowser ontsnapt en wij moeten nu Peach gaan bevrijden. Dus ja, hier we zijn in wereld 1 en ja, laten we gewoon lekker met het eerste level beginnen. Ik speelde dus op een toetsenbord, dus het is best wel moeilijk om dit te gaan spelen, maar ik ga het gewoon voor jullie proberen. Ik weet alle levels nog uit mijn hoofd. Ik heb dit zo vaak gespeeld. Dat is echt niet normaal, maar oké. Een mooie steen daar. Lekker met je hoofd tegen een steen aanspringen, oké. Mij lijkt het echt super leuk. Kunnen wij hierin? Nee. Mij lijkt het echt super leuk om een keer een video te maken van... Ik weet niet hoeveel uur, maar dat ik gewoon dit hele spel uitspeel. Gewoon dat ik alle werelden haal. Het lijkt me super leuk om dan zo'n video te maken van bijvoorbeeld 5 uur voor jullie. En dan kunnen jullie hem bijvoorbeeld gewoon op de achtergrond aanzetten als podcast of zoiets. Dan ga ik gewoon ergens over lullen. Weet je wel, dat lijkt me echt super... Hoeveel van die beesten kwamen er? Zo, ik schrik me echt helemaal dood. Maar dat lijkt me echt super leuk om zo'n video voor jullie dan op te nemen. En dan kunnen jullie gewoon... oh shit, ik ben dood. Dat is kloten. Dan kunnen jullie bijvoorbeeld een stukje kijken en dan later weer verder kijken, weet je wel. Dat lijkt me echt super leuk. Laat het even in de comments achter als jullie dat willen. Want mij lijkt dat echt super vet. Oh my god, ik drukte op de verkeerde knop. Oké, niemand heeft dat gezien. Let's try it again. In de vorige video dat ik had opgenomen ging het veel beter, maar oké. Ja, gelukkig. Hier zit zo'n paddenstoel in. Want in elk level zitten 3 munten. En die willen wij ook gaan verzamelen. Oh shit. Wij hebben nu dus zo'n munt. Daar zit niks in. Oké. Nu ik deze emulator er heb, kan ik natuurlijk ook andere DS games spelen. Dus laat een DS game achter in de comments die jullie willen. Die ik misschien de volgende keer kan spelen. Of gewoon helemaal niet als jullie dit niet leuk vinden. Maar ik vind dit echt super leuk om weer eens op te nemen. Ik heb ook Mario Kart, die heb ik al gedownload. Mario Kart heb ik gedownload. Lego Star Wars heb ik er nu op staan. Ik heb Pokémon en ja, dat is het eigenlijk wel. Dus ja, laten we naar het tweede level gaan. En ik druk op de verkeerde knop. Let's go. Ik hoop trouwens dat het geluid goed is, want ja, ik heb het wel uitgetest. Maar ik weet natuurlijk nooit zeker of het geluid wel goed is. We hebben weer zo'n ding. Oh shit. Ik had trouwens de muziek niet echt goed horen, want het is echt heel zacht voor mij, zodat jullie het wel gewoon op goed geluid horen, zeg maar. Hoe gaan wij hier tussen... What the fuck? Nee, maar volgens mij kon ik me herinneren dat je daar vroeger nooit onderdoor kon rennen. Maar dat kon dus blijkbaar wel.
Let's try it again. We hebben weer zo'n power-up. En dan gaan wij doorrennen. Zo. Voel op die mushroom zijn hoofd. Wacht. Ja, we hebben ze dood. Oh. Ja, we hebben de munt. Super vet. Zo, wij hebben nu trouwens wel die extra power-up, dat we groter zijn. Dus dat is chill. Zo, oké, dat lukte best wel goed. Die laten wij daar gewoon staan. Bam, we zijn er overheen. Heel mooi, zo. Daar zit daar zo'n ding. Wacht, zo'n vuurding. Ja, we hebben hem. Oké, nice. Oh, we zijn hem nu ook al meteen weer kwijt. Oh, we hebben al die gouden munt. Oké, ik wist niet dat dat zo kon. Laten we op deze balk gaan. Ik moet echt goed timen, want het is echt super moeilijk. Want ik speel dit met de pijltjes toetsen. En ja, dat is best wel moeilijk, als zeg ik het zelf. Zo, die paddenstoel is down. Hier is weer zo'n vuurding. Zo'n vuurbloem. We kunnen trouwens ook vuurballen schieten, hier zo. Dus hij is nu dood, lekker voor je. Dit is de jump knop. Zo. We hebben over die Koopa Troopa gesprongen. Het is moeilijk, het is een hardcore parcours. Hier zit als goed zo'n groen ding in, dat kan ik me nog herinneren. Dus zo. Oh nee, er zat een bloem in. Ik dacht dat daar zo'n groen ding in zat, oké. Zo'n groene leven. Zo, halen wij. Oh, dit is echt super vet. Want ik weet nog van vroeger dat hierboven de gouden munt zat. Want dan moest je via dat ding daar boven de map glitchen. Ik weet niet of jullie mijn benen daar kunnen zien. Maar hier is een geheime gang. En zo kunnen wij doorrennen. En dan hebben wij hier een gouden munt. Jawel, we hebben de 3 gouden munten uit dit level. En ja, wij gaan nu hier naar de vlag. Het is een rode vlag, aangezien we op een speciale plek zijn gekomen. We hebben dit level gehaald. Yeah, let's go. Altijd als ik te veel praat, dan laat ik altijd een boer. Oh, lol. Omdat we die speciale plek hebben gehaald, kunnen we nu niet het 3e level doen. Maar we kunnen nu wel deze geheime gang doen. Waardoor wij level 3 gewoon volledig skippen. Oké, fucking geniaal. Ik weet niet wat voor huis dit is. We gaan er gewoon lekker in kijken. We gaan gewoon even iemands huis naar binnen. ja. We hebben weer zo'n ding. Oké. We hebben zo'n bloem. Trouwens, mijn muis zit al die tijd al in de weg. Ik weet niet of dat jullie opviel, maar mij wel. Nu, maar eigenlijk niet. Oké. Laten we naar het 5e level gaan. We hebben gewoon een volledige 3e level geskipt. En dit is het 5e level, a.k.a. een boss fight eigenlijk. Want op de helft van een wereld krijg je een boss fight. En ook op het einde van de wereld krijg je een boss fight. Je kan uit zo'n ding, uit zo'n vraagteken, kun je een speciaal item krijgen. Maar wij hebben ons ding daaronder al gebruikt. Daar zit een bloem in, dus wij hebben daar niks aan. Wij moeten hier niet tussen komen, want dan gaan wij dood. En dat willen wij niet, want wie... Zeg nou eerlijk, wie wilt er nou echt dood? Niemand, oké. Jump. Ah, shit. Ik heb het niet goed getimed. Ja, we hebben hem. Lekker. Verkeerde knop, zo. En dan moeten wij nu hierheen rennen. Let's go. Ja, we hebben hem. Doorrennen. Ja, we hebben het. Oké, mooi. Oh, nee, shit. Verrekt beest. Oké. Wij gaan hem even uitschakelen. Zo, en dan pakken wij hier de bloem. Oh, hij is er weer. Even wachten totdat hij voorbij is. Zo, hij is voorbij. Oké, mooi. Hier moeten wij een soort van trap beklimmen. Oké, dat is ons gelukt. Vet mooi. Dan gaan we hier omhoog. Dit is een kanon. Oké, dat is mooi. Spring, jump. Naar boven. Wacht, wat is die gouden ding? Wat is die gouden buis? Wacht. Nou, I don't know wat dat is, maar wacht. Nee, ik schiet nu. Nee. Oh, oké. Shit, nee. Nu gaan we dood. Oh.
We hebben het echt net aangehaald, mensen. Ik wil trouwens even kijken wat er in dat vraagtekenblok zit. Oh shit, we vallen naar beneden. Oh shit, dat was niet de bedoeling. Ja, kom op. Whee! Oh, hij is alweer weg, die bloem. Oké, dat is een beetje jammer. Let's go. Hoe gaan we daar? Oh, deze knop. Oké. We gaan nu naar Baby Browser, want we gaan nu tegen hem vechten. Oké. We hebben hem één keer. Pa, 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 pa. Oh. We hebben hem al. Lekker. Dat ging echt sneller dan ik had gedacht. Oké. En natuurlijk springt hij altijd door de muur heen. Dat viel me echt altijd op toen ik klein was. Hij springt altijd door de muur heen. Ja, dat is het einde. Maar ja, hopelijk vonden jullie deze video leuk. Want ik vond het in ieder geval wel super leuk om dit spel weer eens te spelen. Laat in de comments achter of jullie het leuk lijkt om hier dan een volledige video van te maken. Dat ik dit hele spel uitspeel. Misschien in een livestream. Misschien gewoon in een video. Laat het gewoon in de comments achter. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie hem leuk. Geef dan een blauw duimpje. Abonneer natuurlijk voor meer. En dan zeg ik zoals altijd, tot de volgende keer. Later mensen.